De Stichting Post-Academisch Onderwijs Geneeskunde Suriname, SPAOGS, heeft op 9 en 11 mei een antibiotica-cursus gehouden. Een van de inleiders was de microbioloog Jan Sinnige. Het doel van de cursus was om artsen en medici te onderwijzen in het gebruik van antibiotica. Bacteriën veroorzaken infecties en deze worden behandeld met antibiotica. Bij overmatig gebruik van antibiotica worden de bacteriën echter resistent en kunnen dan niet meer uitgeschakeld worden, zegt Sinnige. Als bacteriën resistent worden, kunnen we ze niet meer behandelen. Dus we willen eigenlijk dat je alleen maar antibiotica geeft als het echt nodig is. En deze cursus gaat erover welke antibiotica je voor welke bacterie geeft en voor welke infectie. Zodat je zo doelmatig mogelijk, zo goed mogelijk antibiotica geeft. Het is belangrijk om bijvoorbeeld onderscheid te maken of je een infectie hebt die je wel kan behandelen met antibiotica. Griep bijvoorbeeld is een virus en dan heb je helemaal geen antibiotica nodig. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Bewust worden wanneer je antibiotica nodig hebt. Veel andere infecties gaan soms vanzelf over. Maar andere infecties, daar heb je echt antibiotica voor nodig. En laten we de antibiotica dan bewaren voor de mensen die het echt nodig hebben. De microbioloog geeft verder aan dat resistentie van bacteriën via surveillance wordt gemonitord. Sinnige zegt dat de afdeling microbiologie van het AZP in overleg met het ministerie van Volksgezondheid een anti-microbioresistance actieplan heeft opgezet. En we hebben daar een aantal items in benoemd. Eentje is onderwijs, zoals deze cursus, maar ook surveillance. Wat wij heel graag zouden willen is een systeem waarbij je de bacteriën allemaal in één database hebt, zodat je trends kan herkennen en kan zeggen van nou die zien we toenemen of die zien we afnemen in de loop van de tijd. En daar zijn we erg mee bezig. Vroeger gingen alle uitslagen in een boek. En ja, dan kan je heel moeilijk overzicht houden over of er toename van resistentie is. Maar als het allemaal in een laboratorium-informatiesysteem gaat, dan kun je daar makkelijker iets over zeggen, statistiek op doen. Sinnige wijst erop dat het centraal laboratorium adequaat kan meten hoe het staat met de resistentie van bacteriën. Wat hij wel mist is de data-analyse. Hij geeft aan dat er een website geopend is waar medici kunnen nagaan welke antibiotica zij kunnen voorschrijven. De antibiotica-cursus, verzorgd door SPAOGS, is gehouden in de banketzaal van Torarica en is vandaag afgesloten.